Meer dan 100 jaar werden longpatiënten verzorgd op het terrein van Dekkerswald in Groesbeek, maar daar komt nu een einde aan. Vrijdag verhuisden de eerste ernstig zieke patiënten met taxis en ambulances naar het gloednieuwe zorggebouw P in het Radboud UMC. Daar worden longpatiënten vanaf nu verzorgd. De eerste indruk van de nieuwe afdeling is in elk geval positief. Ik vind het gewoon geweldig als ik zo alles zie. Jawel, dat is voor de wetenschap denk ik een hele vooruitgang en ook voor de patiënten. Als je ziet waar we daar vandaan komen, ja, dan is dit gewoon, kijk hier, hoogheid.